Hier in Eindhoven wordt straks het eerste centrum jeugd en gezin geopend. Komt erop neer dat de mensen hier in dit kantoor tips kunnen krijgen om hun kinderen netjes en dus christelijk op te voeden. En die opening gebeurt door niemand minder dan André Rauwvoet. Ik heb een goddeloos geloof en ik hou van elke vrouw. En misschien ben ik geworden wat jij helemaal niet wou. Maar papa, ik lijk steeds meer op jou. En jij gelooft in God, dus jij gaat naar de hemel. En ik geloof in niks, dus we komen elkaar na de dood. Na de dood, nooit meer tegen. Maar... Heel leuk zo'n christelijke minister over de vloer, maar zit Eindhoven wel te wachten op zijn bemoeienissen als het om opvoeden gaat? Zou u uw kindje aan André Rauwvoet toevertrouwen? Nee, wat gaat hij doen dan? Hij is heel goed in opvoeden. Dat denkt hij. Maar in Nederland denkt iedereen in de politiek dat ze dus alles beter weten over iedereen. Ze moeten eerst naar zichzelf kijken. Want ik weet echt hoe ik mijn kind op moet voeden. En ik weet zeker ook wel hoe ik mijn leven wil leiden. En dat laat ik niet door de politiek doen. En dan moeten eigenlijk eens meer mensen tegen in opstand komen. Jullie zijn van geen stijl.nl. Ja, ik weet niet, waar gaan we de vraag over? Het gaat over het centrum. Ja. Oké, nee, maar omdat er ook wat te doen is geweest rondom geenstijl.nl in relatie tot mijn privésituatie, daar gaat het niet over. Daar wilt u het niet over hebben? Daar gaat het niet over. Nee? Nee, gaan we het niet over hebben. Dan doen we het dus niet. Nee, oké, maar... Nee, dat doen we dus niet. Ik heb nog niks gezegd. Dat wil ik ook best niet bespreken, maar vraag alleen waarom niet. Nee, maar daar heb ik maar reden voor. Privé is privé. Okay. Daar gaan we het niet over hebben. Oké, okay. Ja? Goed. Rauwvoet heeft ook een dochter die schrijft zo op internet dat de juf een kutwijf is. Oh, dat is netjes. Van de ChristenUnie geloof ik, hè? Prima. Ik mag eindelijk even met André Rauwvoet op één bank zitten. Waarom is dit centrum zo belangrijk? Ieder centrum voor jeugd en gezin vind ik belangrijk. Ik wil dat er in het hele land van dit soort centra komen. Dit is er eentje in een grote stad en dus ook belangrijk. Maar overal juich ik die initiatieven erg toe. Die moeten er echt in het hele land. De komende 4 jaar wil ik overal voor iedereen laagdrempelige, goed bereikbare centra jeugd en gezin hebben. Fantastisch. Zo, jullie zijn net 2 gelukkige ouders. Trotse ouders, inderdaad. Wat verwacht je van de opvoeding? Een hoop plezierigheid. Hè? Ja. Maar wat nou als het... Is het een jongetje of een meisje? Het is een jongetje, Mika. Wat nou als het jongetje ineens homo blijkt te zijn? Dan moet hij lekker gaan kontneuken. Dan heb ik nog een kijkersvraag vanuit Amsterdam Zuidoost. Hoe vertel je nou aan je kind dat als die homo is, dat een geestelijk gestoordheid is? Nou ja, dan moet je eerst van mening zijn dat het geestelijke gestoordheid is. Dus... Nou, dat vinden ze in mevrouw Lont, vindt dat. Nee. Als je die discussie over wilt, doen we op een ander moment, lijkt mij. Want dat is een hele andere discussie. Het heeft heel weinig met een centrum voor jeugd en gezin te maken. Dus ik begrijp niet precies waar die vraag van. Nou ja, je moet het toch indammen als het kind al begint met dat soort... Laten we nou even blijven bij waar we hier zijn. Een centrum voor jeugd en gezin. Die is er voor ouders met opvoedproblemen. Als ouders opvoedproblemen hebben of vragen hebben, dat kan op alles betrekking hebben. Dan kunnen ze hier terecht. Hier zijn de professionals. En die weten precies hoe ze met die vraag om moeten gaan. Maar als het kind ineens homo is, wat dan? Dat is toch ook een vraag van ouders? Nou, daar zullen die hulpverleners op verstandig wijze mee omgaan. Ik ben de minister, ik ben niet de hulpverlener. Dus u zult echt even met dit antwoord moeten doen. Ik vind wel dat tegenwoordig, dat is nou helemaal in nieuws, van dat kinderen beter moeten worden opgevoed. Ik heb best wel pak slaag gehad vroeger. En ik merk dat wij best wel allemaal goed opgevoed zijn. Onze broers en zussen. Dus dat moet gewoon kunnen? Nou... Een corrigerende tik van een klein tikje. Mag wel kunnen. Doet u dat ook? Ja. Ja? Wat vind jij ervan als mama jou slaat? In elkaar rost? Doet dat pijn? Ja. Vind je dat leuk? In elkaar rost. Vind je het niet leuk? Nee. Maar het moet wel eens, hè? Want jij bent wel eens heel stout. Ja. Ja, hè? Wat voor tips geven bijvoorbeeld als mensen vragen, mogen we af en toe een tik geven? Gewoon doen, toch? Nou, en af en toe een flinke klap. Dat is aan de hulpverleners. Hè. Ik ben de minister, ik ben blij dat deze centra er komen. Maar ik vraag het aan u. Ja, maar in die centra zitten de hulpverleners. Dat zijn de mensen die er verstand van hebben. U toch ook? En die gaan dus niet aan de mensen adviseren of je wel of geen tik moet geven. Maar die gaan wel met hen in gesprek. Als ze problemen in de opvoeding tegenkomen, dan kunnen ze met hen in gesprek gaan. En hen proberen te begeleiden om dat goed te laten komen. Om te voorkomen dat het fout gaat. Wat vindt u ervan? Nou ja, we hebben afgesproken in het land dat ook dat iedere vernederende behandeling en het slaan van kinderen, dat niet aan de orde is en zelfs strafbaar gesteld. Dus ik vind dat opvoeden moet zonder slaan kunnen. Nou, sluit u dan maar eventjes af. Richt u zich maar even tot Rauwvoet dan. Nou, meneer Rauwvoet, niemand voedt mijn kind anders op als ikzelf.
Dus u niet en heel de politiek in heel Nederland niet. Blijf met je poten van mijn kind af. Blijf met je poten van mijn kind af, inderdaad.